opgelopen naar 91. De meeste COVID-19-doden total lockdown. Er is een daling in het aantal positief geteste 1000 burgers aangehouden. Suriname kent vanaf maart tot nu al meer dan 4000 COVID-19-gevallen. Ik ben Danielle Schouw, ik ben make-up artist en dagelijks hou ik me dus bezig met klanten en eigenlijk ook influencer al een paar jaar. Dus ik wilde me eigenlijk altijd verdiepen in film make-up. Ik vond dat altijd leuk en daarom dat ik volgens mij ook meer Halloween make-up deed. Ik vond dat wel echt leuk om te doen. Toen het pas begon met dat er een besmette persoon was, dan ben ik eigenlijk helemaal gestopt. 6 maanden eigenlijk helemaal gestopt met make-up. Dus klanten aannemen. Want in het begin was het ook echt allemaal nieuw. Je weet niet wat het virus allemaal bracht. Niemand wist eigenlijk wat waar was, wat niet waar was. Voor COVID kreeg ik in het weekend meer klanten, dus meer vrijdag, zaterdag was ik vaak genoeg volgeboekt. Maar door de week dan deed ik meer make-up voor fotoshoots, voor bedrijven. En ging ik toen ook dan op locatie naar de klanten toe. Vanaf toen COVID begon, ben ik met mijn klanten gaan checken wat we konden afspreken als we dus verder gingen of niet, want natuurlijk huwelijken moesten ook natuurlijk verschoven worden. Fotoshoots keken we nog even als we het zouden doen, maar de meeste hebben wel afgezegd. Ik had altijd een grote liefde voor flat illustrations, maar als ik iemand dus vroeg in het buitenland wat de prijs was, dat vond ik een beetje pittig. Dus toen ben ik mezelf gaan verdiepen in Adobe Illustrator. Heel veel YouTube filmpjes bekeken hoe dat allemaal te werk gaat. En ja, ben ik begonnen met flat illustrations. Dus in het begin dacht ik, ik teken gewoon als hobby. En ik heb meer mensen getekend of foto's nagetekend die me echt inspireerden. En toen ik een aantal postte in één keer, was ik wel verrast door de aanvraag die ik kreeg. En zo kon ik toch wel wat centjes bij krijgen. Tijdens lockdown, ja, daar werd het dus helemaal moeilijk. En dan krijg je ook geen klanten binnen. Vooral als er weekend lockdown is. De feestjes gaan niet meer door. En de huwelijken gaan natuurlijk ook niet meer door. Mensen houden het dan in het klein. En dan is het eigenlijk ook moeilijk om op locatie te gaan. Dus daar verlies je dan ook. Ik ben dus heel erg blij dat ik flat illustrations kon doen, dat ik zo wat inkomen binnen kon krijgen. En ik hoop ook dat anderen iets vinden waarin ze goed zijn, iets dat ze leuk vinden natuurlijk ook, dat ze toch wat binnen kunnen krijgen. Nu hoe ik meer thuis ben, heb ik mezelf ook wat meer gevonden als artiest, dus als make-up artist. Ik zie nu wel echt dat daar mijn passie ligt om iets creatiefs te doen dan just putting on make-up. En ik vind het leuk om je content eigenlijk te maken. Iets dat mensen kunnen zeggen van wauw, weet je, dat kan je ook doen met make-up. Ja. Thank you.
Als ik kijk naar mijn inkomsten, dan dat dalen met ongeveer zo'n 70-80%. Dus dan kunt u begrijpen hoe zwaar dat is.